Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Inmiddels begonnen met balbezit voor Kozakken Boys, in dit geval Stout, die daar nu Royston Drenthe in balbezit. Nu toch al een paar keer gezien dat zowel bij Ali Akla als bij Adriaan Kruijsheer net, dat er heel weinig tijd is om die bal aan te nemen en te kijken. Ja, veel mensen in de as. Reageren. Veel mensen in de as. Je ziet het nu ook, hè? Laten de backs een beetje vrij. Deze bal, is die goed? Pas net. Kruijsheer, zijn lichaam erin. Gelijk de bovenop. Nu Royston Drenthe daar. Maar DVS komt er toch uit. Kijken, Benjamin, of die sneller is dan Sven van Inge. Sleept er wel een ingooi uit. Snel gespeeld. Mooi direct doorgespeeld, Quincy Veenhof. Kwam net niet aan, kon net niet goed worden meegenomen. Ja, Tariq Everen komt natuurlijk net even wat lengte tekort. Thean is links. Stout. Tiende minuut. Eerste doelpoging van de wedstrijd. Eerste kansje. Ook zou je kunnen zeggen. In de as vrij. Oeja. Kan gaan schieten. Bal aangeraakt. Corner. Want de corner wordt genomen. Corner. Een inswinger. Ouderwets. En daar komt hij. Ja. Dat is hij. Was te verwachten. Als die mee naar voren gaat, wordt het gevaarlijk. Van Ingen. Sven van Ingen met een perfecte kopbal. Sterk van Teden. Ja, dat leek een doelrijpe kans. Prima aanval, mooie voorzet, Royston Drenthe. Prima kopbal, Tenden, maar ook een dito-reactie van Tot Velanas. Heel benieuwd hoe deze jonkies zich nu houden tegen deze ervaren ploeg. Ali Akla is er vandoor. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh, wat jammer, wat jammer, wat jammer. Hij gunde het Karim Arzini. Had makkelijk zelf kunnen schieten. 100% kans. Stout met de interceptie. Was wat ruimte. Tweede dat is Thean. Ja, dat is een heel linker momentje daar van Ali Akla. Prachtig verdedigd door DVS. In dit geval Lars Dekker. Maar ze zoeken elkaar op. Ze helpen elkaar. Heel jammer. Hij kiest er vaak voor om die bal direct te spelen, Ali Akla. Met het risico dat... En daar het doelpunt. De 0-2. Als die zich even omdraait... 58e minuut. Ik denk Stef. Gewoon op goal. Moet een kans creëren. Oei. Nou. Moest hij even alle zeilen bijzetten. Keeper Den Hartog. Prima gespeeld. Maarten van Dijk weer. Precies op tijd het gat ingedoken. En jammer, 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 jammer. Net naast. Ook weer zo'n herkenbaar momentje, Maarten van Dijk. In één keer duikt hij dan op vanuit het middenveld de diepte in. Precies op tijd gegeven. Komt Kozakken Boys wat moeilijker eruit. Ook Eren. Goed een duit in het zakje. Geweldig. Prima paas ertussendoor.
Stef Nijland. Oh, jammer, jammer, jammer. Karim Arzini. Daar was hij weer. Dejan. Die zal zoiets wel kunnen, denk ik. Pats op de lat. Prachtig in stelling gebracht daar, Karim Arzini door Maarten van Dijk. Heel jammer dat hij daar Stef Nijland niet kan bereiken. Die was mooi meegelopen. Kijk, die kunnen hard lopen. Vreekamp glijdt uit. Oeh, kijk uit. Wordt dat de 3-0? Ja. Nee. Fantastisch meeverdedigd. Weggedraaid, geen buitenspel. Prachtig. Nou, Karim. Regelrecht op je doel af. Tweede paal. Komt-ie. Nee. Helaas. Wat jammer. Kabal hoor. Bereikt daar Finn Kluiver. Stef. Nijland. Prima. Nou. Wat een fantastische bal van Maarten van Dijk. Oh, maar helaas. Scheids vindt het goed geweest. Het is afgelopen. Nog niet eens de volle 90 minuten. DVS Kozakken Boys 0-2. Bedankt voor het kijken. En volgende week dus DVS tegen Excelsior 31. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen. De businessclub van DVS 33 Ermelo. En de Club van 100.